Bingo Town! Dan gaan we naar de Gamma. Gamma? Geen Alpha, maar? Gamma. Yeah. Godverdomme. Holy shit. Ik sta hier maar gewoon bij met jeuk aan mijn hoofd. Dat is mijn telefoon die ook nog valt. Chill. Donderdag verrassing! Zo. Ah, ligt hij te slapen, ja? In die auto ligt iemand op de bestuurders ding te slapen. Gaat filmen dan? Ja, ik film hem toch? Ja, even daar naartoe. Ja, naartoe, maar dan is, als hij wakker is. Ja, de lachen, toeter is nu dan, één keer. Ja. Oh, hij is wakker, zijn hoofd omhoog. Oh, hij is wakker. Het is een zij. Oh, het is een zij. Fuck it, we gaan naar binnen, kom. Oké. Okay. Hallo Thomas. Let's go, Gamma. Moet geld in. Money. Ik heb je geld. Geld? Oh, ik heb mijn AdSense nog niet gekregen. Een stuiver voor een jongen. Rijks daal naar mijn hoofd. Geef ons dat ding van je ketting. Oh, het is ook een munt. Nee. Waarom neem je deze mee? We gaan fucking hek halen en dan neem je zo'n karretje mee. Wow, kijk eens dan, kijk eens. Drie karretjes. Ik heb gewoon de vijf karretjes. Oké, wat, dit is mijn geld, oké? Nu mag je ermee doen wat je wil. Ja, ik kan even losmaken, dan zijn we daar. Oh, kut, ik heb in principe, we kunnen ze allemaal losmaken nu, hè? Dat is zo. Heb je deze? Oh, de madness. Heb je die gratis? Ja, ik wil het wel zeggen. Jawel, kijk. En dan laat je niet zien. Dit is geniaal. Het is geld weer, maar zit er ook. En dan krijg je die niet meer erin. Je moet dus eerst losmaken, dat wordt een hele echte kutconstructie. Er moet heel veel geld hebben om het open te maken. Het is geniaal, dan rijd deze eraf. Oké, maar dan hierna gaan we ook echt... Jongens, rotzooi. Oh. Ja, die zie je nooit meer terug. Oh, hij ligt hier in mijn kut. Film dit. Prachtig. Ja, daar kom je nooit meer bij. Waar ligt die? Dat geld hebben we er niet doorheen schudden. Tadaa. Niet kapot maken. Oh, hij ligt op de grond. Okay. Lekker dan, Rick. Laten we nou weer even normaal doen, jongens. Je kan hier een knoop maken met al deze dingen in elkaar. Dat is heel ingewikkeld hoor. Kijk, deze heb je nu gratis. Nee, die hebben we niet gratis, want hij moet dan ook vast. Ja. We hebben er geen één gratis. Nou, we hebben het systeem niet gehackt. Zet het nou terug. We pakken een karretje hier. En laten we dit staan. Kan echt niet hoor. Maak deze dan weer. Dit is wel prachtig. Dit is toch kut. Oh, dit is echt banjo touw gaat naar de gamma. We zijn niet eens binnen en het is al tering zo. Kijk ze. Arno, je moet nog een kaartje tussen en dan deze hier, dat de cirkel is. Rick, het is nu goed geweest, we gaan nu naar binnen. Oké. Okay. Hier vijf karretjes. Wat gaan we halen? We gaan ons geweten terughalen. Ah, zo. Let's go. Top. Mag ik zelf bepalen wat het is? Wat is het? ik stel een open vraag en jij moet het direct... Dichtgooien. Volgens mij is dit gewoon een tegel op de grond. Het is niet een tuinhek. Nou, nee. Denk ik ook. Oh, dat is een goede observatie. Ja, man. Het is een mini tuinhek. Ook gewoon weer. Welke hek gaan we halen voor studio? Welke hek gaan we halen voor studio? Nou, ik zit te denken... Die? Nee. Wat? Ik heb goed vast. Capri-sun. Capri-sun? Wat is er met Capri? Copyright. Met Capri. Oh, Capri. Ah, nee, kijk, we moeten een tuinhek hebben voor een van de studio sets. En nu moeten we kiezen welk van deze tuinhekjes het mooiste is. Welk het minst lelijk. De keuze is reuze, mensen. De keuze is reuze. Nou, dat valt ook wel mee. Ja. Kijk dan, dit ligt er gewoon bij. Moet dat nou, Bardo? Ja, hij zit ook weer gratis dingetjes hoor. Ja, is het allemaal gratis? Nee. Voor je geld, van 10 euro. Dat is 5 euro, gek. Op je mel, gauw. Is het ook. Het is ook niet fijn om te jatten, dus... Een terrastegeldrager. Een terrastegeldrager. Er heeft dus iemand thuis gezeten en die dacht bij zichzelf... Hoe kunnen we meer geld verdienen? Ja, wij hebben dus echt een terrastegeldrager nodig in deze wereld. Ja. Zo, oh, ik heb nieuwe terrastegels gehad. Oh, maar wie gaat het dragen dan? De terrastegeldragers! Haha! Oh man. Ik hou mijn hand okay. Gewoon open nu. Als je nou maar een terrastegeldrager... Nou kijk, het punt is, ik denk dus omdat hier achter een achtergrond komt, dat we een beetje dikke hek nodig hebben. Ja, deze. Ja, maar dan heb je er wel meer van nodig. Ja, ik zit dus, die is volgens mij het dichtste ja, nog. Die is wel mooi. Dat is een mooi hekje hoor, duurste. Ja, de duurste is wel het meest dicht. Is er nummer 2 van? Ja, in principe is het interessant jij. Ik kijk even Kamer naar Julia, wat zeg jij? Twee van deze, prima. Ja, in principe... ja, ik vind het bruine wel mooi eigenlijk, maar omdat het ook met licht zeg maar, komt beter uit.
Ja, het is wel echt meer tuinhekken, old school. Ja, maar het punt hiermee is gewoon, deze zijn zo, hier gaan we alles doorheen zien. Die staan nog wat dichter op elkaar. Maar je kan het gewoon nog planten neerzetten of zo. En dan moeten we hier overal... Nee, als het dicht moet zijn, zou ik inderdaad die andere nemen. Het gaat erom zo dicht mogelijk op elkaar. Oké, okay, weet je wat? We gaan gewoon stemmen. We gaan eerlijk stemmen. We beginnen bij Thomas. Thomas, welk hekje wil jij? Verdomme Thomas. Je mag zelf de opmerking maken hierover. Ik ga je niet helpen. Het is een terrastegel. Dan heb je ook een terrastegeldrager. Ja. Die hebben ze hier liggen. Terrastegeldragers voor 5 euro. Okay, kies welke je wil. Jij mag als eerste. Thomas? Deze. Jij zegt die? Met het bloed erop ook? Ja, met het bloed. Met mijn bloed erop. Dat mijn bloed het eerst wordt in de studio. Oké, eentje daarvoor. Welke zeg jij, Rick? Weet je waarom ik die kies ook? Nou? Ja, argumentatie. Zeg maar, hij is minder licht dan die. En hij is even dik. Maar hij is niet hoog. Hij is niet hoog. Hij is niet hoger, nee. Hij is 20 centimeter klein, maar... Rick? Ik vind deze wel mooi, maar kunnen we deze niet gewoon zelf bruin schilderen of zo? Dat is bruin wat toffer. Dan kopen we die niet en verven we die bruin. Als we die twee kopen, hebben we budget over voor verf. Boom! En daarmee is het opgelost. Oh, we gaan zelf een hekje verven! Go, go, Power Rangers! Oh, ja, doe dingen! Klusjes down! Go, 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 yay! Klusjes down! Die mogen cockfight. Het verschil wel, hoor. Wat verschil? Het verschil moet er wezen. We hebben in plaats van de normale grasmatten waar we aan het kijken waren, hebben we die. Om te testen en anders kost het weer heel veel geld, deze 20 euro. We gaan kijken of dit past en dan zien we dat wel. Dames en heren, welkom bij Helemaal Mis. Rick probeert... Oh nee, nu moet hij hem hier doorheen doen. Heel moeilijk te sturen. Oh, kijk uit. Hier gaan. Het is echt heel moeilijk. Niet te onderschatten. Ga gewoon... Nou, oké. Er zitten nog eens mensen tussen. Pas op, voor je eigen veiligheid. Iedereen is hier helemaal de kluts kwijt nu. Ja. Dit wordt echt een drama. De klus. De klus kwijt. Iedereen is de klus kwijt. Oh jongen toch. Ik heb hem gevonden hoor. Dus wat hebben we net gedaan? Ik weet niet, de drugs die kikte net in. Ja, het is jij zit een beetje je cooldown fase nu hè? Ja. Ja. Ik kan me niet zoveel meer herinneren, maar ik weet wel dat het... Ik ga je nu één ding zeggen. Ja. Ik weet niet of je door hebt. Maar je hebt een goede mat meegenomen. Oh, wow! Ook echt oprecht schrikken. Wow. Oh, ik snap al waarom de sipbeebroodjes roken. De sipbee zit in. Oh, wow. De gamma. Dat was vast een heel karwei. jongen. Tuinex is vast. Nou. Doe nou even een beetje... Niet zo vervelend. Rick. Ik kan dit niet. Ik kan het alleen in games. Nou, zelfs daar kan je niet. Oh, er zit hier een Subway, ja, dat was niet lucht. Ja, daar zit een Subway. Het rook al de hele tijd naar Subway. Gaat hij, Yuri? Ja, ik heb krap in mijn voet. Oh. Kramp in je voet? Ja. Hoe kan je nou... Hoe krijg je nou kramp in je voet van een hek? Ja, dat past niet in de auto. Ah. Helemaal niet over nagedacht dat hij niet in de auto past. Die past helemaal niet over. Oh, die past. Oh. Helemaal, we hebben het afgerekend en helemaal niet bedacht dat die gaat passen. Geniaal. Oh. Classic move. Classic Banjo Town Strikes Again. Hallo mensen en welkom bij de toekomst van frisdrankautomaten. Deze frisdrankautomaat heeft magische functies. Ik zal het even demonstreren. Ik werp een muntstuk in. Voilà. En dan poepten wij het dusdanige nummer 44 in. En dan komt er dus gewoon een hele coole robot. Als het goed is. Oh god. Geef ons wel eens geld. Ja, oké, daar komt. Hij komt. Wow, en dan pakt hij zo'n blikje zo. Bam. Zo, bam. What? Wow. Ja, jongens, hallo. Gaan we nu naar buiten? Ja, cool, dan kan Yuri dit. Want ik bedoel, dit blijft hier toch staan, toch? Weet ik niet. Even voor de herkant. Dit gaan we verzenden naar Newbie, het kantoor. Als het nodig is. Banjo HQ. Als het niet mogelijk is, dan zou ik... Oh ja, de bloedhand. Box. Nou, en tot zover onze prachtige, hoe heet deze winkel, Gamma Karwei of Praxisavonturen. Ja, we willen verder geen merken noemen, dus nee. Wie weet welke bouwmarkt het was. Coca-Cola Zero. Het was inderdaad de Gamma. Het was niks anders dan de Gamma. Dus heb je ooit dingen nodig om een studio te bouwen? Ga naar de Karwei. Ga naar de Karwei, want bij de Gamma bedrieg zien met one-liners. Ja. Het is niet gratis thuis bezorgd bij hun. Ja wel, nee. Vanaf 100 euro. Gewoon heel langzaam. Ja, vanaf 100 euro. Ja, gewoon. Maar anders niet. Fijne leugenaars. Dus, vond jij het een leuke dag in de Gamma? Nee man, fucking warm. Ga naar huis. Je dacht dat je de vraag alleen aan Rick stelde. Nee, ik stel hem ook aan jou, Thomas. Ik vond het leuk. Jij vond het wel leuk? Ik ook hoor. Denk niet.
Volgende keer beter, man. Later. Tot snel. Tot morgen of volgende week. Doei. Jeffrey, jij gaat de kast in elkaar zetten. Yeah. Nou, doei dus. We'll be right back.